is Op Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Hallo, luistervinken. Ik ben Willem de Vink en ik neem je mee in de Bijbel om je te laten zien hoe Jezus mensen herstelt. Dat is het beste nieuws dat je kunt horen. Dus laat de pakjes bezorgen, maar bellen, zodat jij kunt ontvangen wat je verder helpt. Vandaag doen we dat met de blindgeborenen. En mijn onderwerp is de generatievloek. Ik sla de Bijbel open bij... Johannes 9, vers 1 tot 6, dus spits je oren. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. En zijn leerlingen vroegen Rabbi: Hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Nou, die vraag klinkt een beetje gek eigenlijk in onze oren: van uh, wie heeft de schuld dat er iemand blind is. Maar misschien klinkt die toch niet zo gek als je zegt van. wat ouders doen, dat kan vaak iets veroorzaken bij hun kinderen. Als vader en moeder bijvoorbeeld alcoholist zijn, dan hebben kinderen vaak ook een neiging om te gaan drinken. En dan heb je kinderen die stoppen met drinken. En dan heb je kinderen die juist ook alcoholist worden. En dan vraag je aan de een, hoe komt het dat jullie gestopt zijn? En dan zeggen ze, ja, wat wil je met zulke ouders? En dan vraag je aan de ander, hoe komt het dat jullie alcoholist zijn? En dan zeggen ze, ja, wat wil je met zulke ouders? Wat hier eigenlijk naar boven komt is wat met een heel naar woord vind ik, maar ja, het is wel een woord wat veel gebruikt wordt, generatievloek heet. Dat iets van generatie op generatie overgaat. En in de wetenschap, in de sociologie, uh, op allerlei manieren, is inderdaad gebleken dat wat ouders doen uh, iets kan veroorzaken bij hun kinderen. En dat gaat dan maar door van geslacht op geslacht. Uh, soms generaties lang inderdaad. En het wonderlijke is dat je dat ook in de Bijbel terugvindt. Zelfs al in het prille begin van Gods omgang met mensen. In uh, de tien geboden, Exodus 20. Daar lees je voor de schuld van de ouders, zegt God, laat ik de kinderen boeten. En ook het derde geslacht en het vierde, dus die wetmatigheid van wat de ouders doen, dat gaat door in de kinderen. Dat zit al zelfs in die vroege woorden van God tegen zijn volk, hè, dat de ouders uh, iets veroorzaken bij hun kinderen en dat dat in de geslachten doorgaat. Nou, dat kom je hier dus ook tegen. Hè? Er lijkt een discussie te ontstaan, maar Jezus kapt dat af. Die zegt, hij niet en zijn ouders ook niet. Hij wil dat probleem gewoon niet horen. Dat was zijn antwoord, hij niet en zijn ouders ook niet, maar Gods werk moet door hem heen zichtbaar worden, zegt Jezus. Er moet iets gebeuren, God kan iets gaan doen om die generatievloek te verbreken. Hij zegt, zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Dus als die man licht wil zien, moet hij bij Jezus zijn. Na deze woorden spuurde hij op de grond. Jezus spuugt op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en zei tegen hem, Ga naar het badhuis Siloam. En was u daar? Siloam is in onze taal gezondene. Dus Jezus zendt hem naar de plek waar hij zich moet wassen, waar dat spuug met die modder er afgehaald moet worden. De man ging weg, hij waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Hier is een wonder waarin eigenlijk die generatievloek afgekapt wordt, tot een einde komt. Het is klaar daarmee. Nou, het verhaal is nog niet klaar, dat is eigenlijk heel leuk om dat te lezen. Want dan gaat die man terug naar zijn eigen omgeving. En de mensen die kunnen het zich niet voorstellen dat hier iets gebeurd is... Iemand die kan zien. En ze vragen zich af: is die het wel? En dan halen ze de fariseërs, de, de godsdienstleiders erbij en die zeggen: wanneer is dit gebeurd? Ja, vandaag maar het is sabbat. Je mag nu niks doen. Je mag niet werken, je mag niet genezen worden. Dat is toch wel heel wonderlijk. hè? Leiders willen de boel altijd controleren en vastzetten in hun patronen. Maar Jezus is de man van genade die daardoorheen breekt en zelfs door de generatievloek heen breekt. En dan halen ze zijn ouders erbij. En dan willen ze van die ouders weten van wat is er gebeurd met je zoon? Is hij het wel? Uh, hoe kan dit? Uh, het is buiten de regels om. En dan willen ze het niet weten. Dan kappen ze het af. Die mensen zitten gewoon ook nog vast in hun patronen. En dan zeggen ze, vraag het hem zelf maar. He, dan zit ik in vers 21. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Nou, uiteindelijk dan vinden ze hem weer. En dan gaan ze vragen van wie was die man die dat bij jou gedaan had. Want dan kunnen ze hem pakken en dan kunnen ze hem veroordelen. Want hij is degene die op Sabbat werkt. En dan zegt hij, ja ik weet eigenlijk niet hoe die man heet. Maar het is wel bijzonder wat hij gedaan heeft. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, zegt hij in vers 32. Dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen. Geweldig hè? Deze man die bevrijd is van een vloek op de generaties, die eigenlijk die discussie heeft iemand het van zijn vader, heeft iemand het van zijn moeder tot een eind brengt. Ik weet niet of jij dat wel eens zegt, hè? Ja, dat heb ik van mijn vader, ja, dat heb ik van mijn moeder. En dan ga je maar door. Soms kan dat heel pijnlijk worden, want niet alles is even leuk wat je van je vader en moeder hebt. Nou, klaar daarmee. Het werk van God moet zichtbaar worden. En Jezus werpt daar licht op, zegt hij. En deze man die zegt: Deze man die mij genezen heeft, dat is wel heel bijzonder. Die moet wel van God komen. Dus wat zeur je nog over die wetten en die regels die zeggen: dat mag niet? De vraag is natuurlijk: hoe zit het dan in ons leven? Uh, hoe. Werkt dat bij ons, dat eigenlijk die patronen die er ingesleten zijn door onze opvoeding, die misschien in ons DNA zitten, die maar doorwerken waar we vaak last van hebben. Kan Jezus daar ook bij komen? Kan Jezus komen bij de pijn en het verdriet en de moeite en de lasten die we hebben meegekregen van onze ouders? Dat is de vraag, zoals we het hebben over de generatie Kunnen we loskomen van onze ouders? Ik heb zelf ouders gehad, niet van mijn vader die grote druk in het gezin bracht. Mijn ouders zijn ook gescheiden toen ik twaalf was, en ik heb gezien dat ik niet op mijn vader hoef te lijken. Ik lijk op hem, ik lijk heel veel op hem. Ik heb twee broers en ik heb een zus en ik was degene die het meest op mijn vader leek, ook zo'n driftkop. Maar ik heb gezien dat dat niet een patroon is wat ik door hoef te geven aan mijn kinderen en aan mijn kleinkinderen. En ik zie het ook niet terug. Dus ik ben eigenlijk met die vraag hoe kom ik los van mijn vader, hoe kom ik los van mijn moeder? Ben ik in het woord van God gegaan en heb ik gevraagd, heb ik gezegd, heb ik toegelaten dat dat zijn werk zou doen in mijn leven? En het wonderlijke is, als ik dan Jeremia lees, dan gaat het daar over een nieuw verbond. Het oude verbond was het verbond waarin de wet van Mozes centraal stond, waar ook die tekst uitkomt dat God de zonde van de ouders bezoekt aan de kinderen als ze niet van God houden. Dan gaat het maar door. En dan kondigt Jeremia een nieuw verbond aan. En dan staat er in vers 29. Dan, op die dag, als er een nieuw verbond is, en als God zegt: Ik zal het gaan doen, jullie hoeven niet meer die geboden te doen. Gij zult, gij zult, gij zult. En dan komt die vloek ook langs als het niet lukt. Gij zult, gij zult. Nee. In Jeremia zegt God voortdurend: Ik zal, ik zal. Hij komt met genade. Hij komt met genade. En dan staat er: Dan zal men niet meer zeggen. En dan komt er een spreuk: als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Dat zal men niet meer zeggen. Dus eigenlijk staat er: wat de ouders eten, dat veroorzaakt bij de kinderen. Ellende, hè? zure druiven, stroeve tanden, dat zal men niet meer zeggen. Wij zouden zeggen, ik heb het van mijn ouders, ik heb het van mijn vader, ik heb het van mijn moeder. Dat hoef je niet meer te zeggen. Je bent vrij. Er is iets nieuws ontstaan in je leven. Die driftpartijen uit mijn leven, die zijn tot een einde gekomen. Ik ben een andere persoon geworden. En dan staat er in vers 34 van dat Jeremia 31, bij dat nieuwe verbond: Dan staat er: Ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Als God zonde vergeeft, dan roept hij ook de zonde van de ouders een halt toe. Dan ontstaat er een nieuw begin bij mijn ouders. Ik heb ook gezien dat er vergeving was voor mijn ouders, ook na die scheiding. En herstel. Ik heb mijn ouders kunnen vergeven. Ik heb mijn boze vuist die ik naar ze oprichtte, heb ik geopend. Dat is vergeving. En ze de hand toegereikt en zei mij, er is genade gekomen in onze relatie. En het wonderlijke is dat dat zoveel genezing bracht dat dat mij een ander mens maakte. Dat die driftbuien van mijn vader niet zo insloegen bij mij dat ik daarmee doorging en daar ook mijn kinderen meer weer mee, mee, mee pijnigde. Het is tot het einde gekomen. Hier staat dus, je zult niet meer zeggen dat de ouders als ze onrijpe druiven, zure druiven eten, dat de kinderen daar slechte tanden van krijgen. Dit is een profetie over het nieuwe begin, wat uiteindelijk Jezus gemaakt heeft. Hij zou het doen. Niet meer wij hoeven het te doen en niet meer wij hoeven bij onze tekorten te blijven zitten. Of van de tekorten van onze ouders. Nee, Hij zal het doen. Jezus heeft het volbracht. En dat lees ik gewoon in Johannes 19. Daar wordt de generatievloek op Jezus gelegd en weggebracht. Het is klaar daarmee. Johannes 19, vers 28. Daar staat: Toen wist Jezus dat alles was volbracht. Johannes 19, vers 28. En om de schrift. Geheel in vervulling te laten gaan. Dus wat hier eigenlijk staat, Jezus had alles verbracht, maar er moest nog één ding gebeuren. Er moest nog één profetie vervuld worden. De schrift, de Bijbel, wat er geschreven stond, daar moest nog één ding werkelijkheid van worden. En hij zei: Ik heb dorst. Hij riep eigenlijk iets op wat nog moest gebeuren. En dat gaat over wat we net gezien en gelezen hebben in Jeremia, namelijk die zure druiven. Want er stond daar een vat met water en zure wijn. En ze staken er een marioaantak in met een spons en brachten die naar zijn mond. Jezus drinkt die generatievloek, die zure wijn. Hij drinkt die. En nadat Jezus ervan gedronken had, staat er, zei hij: Het is volbracht. En hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Dat hele patroon wat we terugzien in de sociologie, wat in ons DNA zit. Wat eigenlijk mensen maakt tot mensen. Dat we elkaar altijd weer meesleuren in onze eigen ellende. En het gaat maar door in het klein in gezinnen, in het groot tussen naties. Jezus roept het een hal toe door te drinken van die zure wijn. Hij heeft alles volbracht. En daarmee kunnen wij nieuwe mensen worden. Die het oude achter ons laten, ook dat wat door generaties heen heeft plaatsgevonden. En werkelijk staan als nieuwe mensen in deze wereld opnieuw geboren, zoals Jezus dat zegt. De generatievloek is tot een einde gebracht. Jezus heeft een nieuw begin gemaakt. En ik heb gezien in mijn leven dat uh, ik in plaats van die boosheid van mijn vader, die natuurlijk ook ergens vandaan kwam en die al zat in zijn verleden, dat ik dit niet meer langer hoefde door te geven. Dat eigenlijk uh, dat waar ik zo heftig op reageerde, want ik was net zo'n driftkop als hij, dat dat niet daarbij hoefde te blijven. Maar dat ik tot rust gebracht werd. En dat ik liefde kreeg en, en discipline en uh, uh, zelfbeheersing. Zelf, uh, Wat ik weer kon doorgeven aan mijn kinderen. Die dat ook hebben naar hun kinderen toe. Er is vrede gekomen in huis en in hun gezin, in mijn gezin, in mijn huwelijk. Omdat Jezus alles heeft volbracht. En de rust die spreekt van die laatste zin. Hij boog zijn hoofd en gaf de Geest. Jezus rust in het werk wat Hij zelf volbracht. Die rust gun ik jou en gun ik ons. Dat er werkelijk nieuwe gezinnen geformeerd zullen worden, nieuwe families. Een nieuw begin. Wij kunnen wat er altijd heeft plaatsgevonden in onze gezinnen, in onze families, kunnen we een halt roepen. Wij kunnen de eerste zijn die van de vloek een zegen maakt. De zegen van generaties.